Ashwin Agnew, zakenpartner van gewezen centrale bankgovernor Robert van Trict, is vandaag voorlopig op vrije voeten gesteld, omdat hij ruim 2/3 deel van zijn straf heeft uitgezeten. Agnew staat samen met van Trict, ex-directeur van de Surinaamse postsparbank Guimardo Cromosuto en ex-directielid van de Centrale Bank van Suriname, Farana's Housel, terecht voor het financieel benadelen van de staat. Advocaat Erwin Kanhai zegt dat er een negatief beeld is gevormd door de samenleving vanwege de gang van het proces. Nou, ik heb het niet genoemd een politiek complot, wat ik wel gezegd heb dat nationaal en internationaal dat een mens het gevoel hebben dat het politiek is ingegeven. Het is niet mijn eigen mening om processen een politiek proces te noemen. Dat is niet mijn. Ik doe dat nooit in de rechtszaal, laat me dat zo zeggen. Maar de Interpol heeft het in deze dus wel gezegd. Interpol heeft dat in een andere zaak gezegd. En niet in de zaak van mijn cliënt. Ja. Dus Interpol heeft gezegd dat de zaak van Hoefdraad een politieke vervolging is. Hoe lang is dit proces nog te duren, denk je? Het hoeft niet zo lang meer te duren. Na het verhoor van de verdachte kan het Openbaar Ministerie overgaan tot het houden van het requisitor en wij kunnen pleiten. Ik denk dat we tegen eind van het jaar een beetje zicht hebben. Kan hij zeggen dat meer zaken boven water zullen komen als de verdachten op de volgende zitting gehoord worden? Lilian Ferrier, moeder van de verdachte van Van Trict, zei na afloop van de zaak dat haar zoon niet veroordeeld mocht worden op basis van de anticorruptiewet. Het is intriest. Dus laat het Openbaar Ministerie nou eens een keer zijn huiswerk gaan maken en gaan doen waarvoor zij ingesteld zijn. En laat ze kundige mensen daar zetten. Want we praten over de anticorruptiewet. Trouwens, die commissie is er niet. Die commissie is nog niet ingesteld. Ze zijn nu bezig om, of de minister van Justitie heeft mensen voorgedragen. En de minister van Justitie heeft uitgenodigd deskundigen, maar ook burgers, om bezwaar in te dienen. Ik heb bezwaar ingediend tegen de voordracht van meester Klein, Julen, als zitting nemen in de anticorruptiewet. Omdat uit die hele dagvaarding van haar blijkt dat ze die hele anticorruptiewet nooit heeft begrepen. Een wet moet je begrijpen naar letter en geest. En als jij de wet gaat misbruiken om iemand een straf op te leggen, dan zit je toch helemaal verkeerd. Housel maakte vandaag duidelijk dat zij in hoger beroep is gegaan, omdat zij het helemaal oneens is met haar vonnis van eerder dit jaar. Ook de andere verdachten zijn diezelfde mening toegedaan. De zaak staat nu voor behandeling in hoger beroep bij rechter Anand Charan, voorzitter van de Hofkamer.